Goedemiddag, dit is het weersanaal van Weerplaza.nl. Een oude frontale storing ligt inmiddels al over Oost-Europa en trekt geleidelijk verder oostwaarts. Maar een nieuw systeem dat ligt voor ons alweer klaar boven de Britse eilanden. En achter dat systeem bevindt warme en vochtige lucht zich. En dat komt dan geleidelijk aan onze kant op. Dit systeem bereikt vanavond en vannacht ons land. Op de radarbeelden is het al een beetje te zien. Boven de Britse eilanden zien we wat neerslag. En die neerslag die hangt samen met het warmtefront dat onze kant op komt. Nou, een warmtefront gaat in onze omgeving vaak gepaard met veel bewolking en vaak ook hoge luchtvochtigheid. Dus die bewolking is ook nog laag en er zit ook vaak wat neerslag bij. En dat gaan we dus ook waarschijnlijk vanavond en vannacht, met name in de noordelijke helft van het land, zien, te zien krijgen. Ook te zien op het weerkaartje, met name dus in het noorden, een spat regen. Verder in de noordelijke helft veel bewolking. En in het zuiden zien we dan juist de opklaringen. Bij die storing hoort ook flink wat wind. Met name aan zee kan de wind toch behoorlijk aantrekken. Wordt dan krachtig, windkracht 6 of soms eventjes windkracht 7 en daarbij kans op zware windstoten rond 75 km per uur. Vanavond is het niet koud, onder de bewolking koelt het af naar zo'n 17 graden. Ook vannacht hoge minima. Aan zee daalt het kwik niet verder dan een graad of 16. In de opklaringen in het oosten en zuidoosten kan de temperatuur naar zo'n 14 graden dalen. De regen trekt wel geleidelijk weg. en het noordoosten kan vannacht nog een enkel spatje regen vallen. De wind aan zee blijft wel toch behoorlijk doorstaan. Morgen dan blijft het met name in de noordelijke helft toch tamelijk bewolkt. Nu en dan valt er ook wat regen, soms een beetje buiige regen. Maar in ieder geval weinig ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. In de zuidelijke helft van het land is het droog. Zien we ook regelmatig de zon. En in het zuidoosten van het land kan de temperatuur zelfs oplopen naar een zomerse 25 graden. Grote tegenstelling in ons land dus. De wind is wel behoorlijk aanwezig, meestal matig boven land, windkracht 3 of 4. Aan zee is de wind eerst nog krachtig tot hard, windkracht 6 of 7. Maar in de loop van de dag draait de wind wat meer naar het westen, neemt geleidelijk een kracht af en wordt dan matig tot vrij krachtig, windkracht 4 of 5. Ook woensdag grote tegenstellingen. Opnieuw in het noordelijke van het land flink wat bewolking. Soms ook wat lichte regen of motregen. En in het zuidoosten van het land daar juist ook wat zon en temperaturen rond een graad of 25. En dat terwijl het in het noorden van het land maar 16 of 17 graden wordt. Donderdag zijn de rollen dan een keer omgedraaid. In het zuiden van het land bewolking, nu en dan ook wat regen. In de noordelijke helft van het land schijnt nu en dan de zon, valt er slechts een enkele bui. De temperaturen dan 18 tot 20 graden. Vrijdag lijkt dan een overwegend droge dag te worden, nu en dan, af, nu en dan ook wat ruimte voor de zon. En dat allemaal bij een temperatuur rond een graad of 18. Op de lange termijn dan is wel te zien dat de temperatuur geleidelijk aan weer gaat stijgen. Vanaf zondag dan komt warme lucht weer opnieuw in onze buurt te liggen en mogelijk ook over delen van ons land. De temperatuur kruipt dan in sommige regio's mogelijk alweer richting de 25 graden. De onzekerheid neemt wel toe, want het weer dat we dan te krijgen, dat hebben we volledig te wijten aan. Eventuele ligging van weersystemen, en dat is natuurlijk op deze termijn nog erg onzeker. Mijn naam is Wilfred Jansen voor Weerplaza.nl